weer gewonnen door Mario Baden. Dat wat de klassering betreft door het Belgium Autocross Championship. En die tussenstand kan u allemaal waarnemen op de website vacb.be. Daar vindt u ook het reglement en alle nodige informatie omtrent de wedstrijden hoe we jaarlijks afwerken. Alleen dus inderdaad Mario Baert voor de rijder Stapelen van Sal de Boer. En laten we vieren voor Pedro Morelos. En dat zal er wel mee te maken hebben, denk ik. Aanmelding door bij de finale. Aan de startlijn, de finale van de plaatselijke 2. Finale nummer 5 vragen we naar de startopstelling, de sportklasse min 1600. Zonder bloemen voor onze overwinnaar bij de specials, 601 van Mario Baert. En dan krijgen we dadelijk het gebruikelijke eerrondje. Hier voor het talrijk opgekomen publiek hier vandaag in Ieper. En ik zou zeggen, ik heb de indruk dat iedereen er vandaag wel van genoten heeft. Met de regenbui die we af en toe hebben gehad. En ik hoop ook, we zitten een beetje aan de andere kant van de ring op 23 september. In Saint-Julien, Langemark, daar hebben we ook een hele lange baan. En ik hoop ook van de mensen die ook vandaag hier aan de kant staan. Maar ook op 23 september, als het weer allemaal goed zit, dan hebben we daar een wedstrijd van iedereen daar een keertje terug te zien. En als je hiervoor 601, als over u naar bij de specials, Mario Baert. En geef die maar een daverend applausje als hij die herenronde maakt en bij u langs passeert. Want dat is toch altijd aangenaam voor de rijders om dat hier mee te maken bij zo'n autocrosswedstrijd van VACB. Okay.